De wolk is lelijk, de lucht is blauw. Slenderman, kom maar gauw. Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe Slender, de Arrival video. Op Banyotown, exclusief Heart Attack. Meegerekend. Na het intro. Zo mensen, en we zitten weer in het prachtige Teletubby Hall van de Slenderman. En we hebben eigenlijk nu twee tegenstanders. Dat zijn namelijk de Slenderman zelf en zijn nichtje of zijn zusje. Ik weet niet wie het is. Het is gewoon een of ander gaar mens. Oké, de eerste heb ik hier zo. Twee van de zes. Oké, jongens, we weten wat we moeten doen. We moeten uitkijken voor dat meisje en voor Slender. Het geluid staat echt al heel hard, jongens. Oké, laat ik hem zo doen. Zo. Waar gaan we heen? We moeten al die generators moeten we activeren. En ik zie daar een... En hoe deden we ook weer laten knipperen? Oh ja, met rechtermuisknop. We gaan ervoor, jongens. Oké. Cat to the tower. Ik begrijp het. Oh, ik hoor nou al geluiden. Dat is niet goed, jongens. Oh shit, dat gaat echt op tijd, hoor. Oké, waar moeten we heen? Daar kunnen we niet heen. Zit ik... Hey! Hallo dame. Hallo dame. Jij wilt me, hè? Jij wilt me, hè? Kijk nou, ze staat hier gewoon te wachten op me. Stom wijf. Maar hoe komen we verder? Oh. Oké. Weg. Slender, weg. Ik moet zeg maar daarheen, maar ik mag niet daarheen. Want ik moet daarheen, zeg maar. Slender, oké, we gaan slender. Dus we gaan zo lang slender, jongens. Oh, fuck. Ik kom niet verder. Oh. What the fuck? What the fuck moet ik doen? Oh, dat meisje is verdwenen. Shit. Oh, ik hoorde. Oh. Jongens, ik kan niet verder hier. Wat is dit? Nou, ik doe hem nog maar een keer opnieuw, jongens. Want ik kom echt niet verder gewoon in dat level. Ik snap er helemaal niks van. Oh, muziek, jongens, muziek. En ik heb begrepen dat Jordi dit spel niet speelt. Want Jordi die scheidt 10 kleuren in zijn broek. En Rick, voor mij is Rick niet helemaal van de horror games. En Yuri, daar weet ik het niet van. Bardo heeft dit wel eens gespeeld, geloof ik. Dus dat is wel leuk om te weten, toch? Ik kan nu ook haast niet meer rennen, jongens. Nu al niet meer, hè. Deze aanzetten. Klik. Oké. En nu gaat het hek open. Mooi zo. Oké, hier moeten we naartoe, jongens. Dit is onze gebied waar we ons moeten zoeken naar die dingen. Nou, wat zijn het ook weer? Elevators. Nee. Oké. Nog geen meisje te zien, gelukkig. Maar ook geen elevator. Of is zo'n ding? Zo'n generator. Het is een generator. Laten we dat onthouden. Nou, Slender is er nog niet, gelukkig. Maar hij komt altijd op die momenten dat ik niet verwacht. Dat is een beetje jammer aan Slender, de Arrival. En ik heb ook Surround Set ingeschakeld. Daar moeten we denk ik heen. Dat is de, zeg maar, de lift die ons naar boven brengt. Ik weet sowieso dat hier zat vorige keer een generator. Dan in de andere kamer. Sowieso zag ik er daar al één staan. Daar staat één. Oké, twee van de zes, jongens. Oh, ik hoorde het meisje al. Ik hoorde. Oh shit, dat is echt zo creepy. Ze gaat daar op me afrennen, sowieso. Ze komt dadelijk gewoon op me af nu. Nu weet ik het. Ik voel het gewoon. Ik voel gewoon die adem in mijn nek. Dus kan die elk moment nu komen, hè? Ik hoor er al. Oh god. Hoor er rennen. Oh, ik vertrouw het niet. Jongens, ik loop daarheen in de hoop dat ze niet op me afspringt. Oh, het creepy, jongens. Oh my god. Jongens, dit is echt niet gezond, dit. Jongens, waar komt ze? Oh, dit is eng. Dit is niet leuk, jongens. Dit is niet leuk. Rennen. Ze zit achter me en ik moet haar tegenhouden, zeg maar, met mijn lamp. Dus ik moet af en toe achterom kijken of ze er zit. Oh, fuck. Nee, dit is niet cool. Dit. Holy... Fucking hell. Oh, daar komt ze. Er komt een meisje. Hallo, dame. Hallo. Ja, ik hou ook van jou, maar jij ook van mij. Dat moet je wel even laten zien, ja. Oeh.
Ik denk dat Slender het mij het ergste laat schrikken, gewoon. Echt continu. Waar is dat meisje? Ik hoorde. Daar komt ze hoor, let op. En... Goedemiddag! Daar komt ze. Hallo! Kijk, hallo! Sowieso weet ik niet wat ze met Slender te maken heeft, zeg maar. Ik vind het wel nieuw. Leuk dat die nieuwe toevoeging erbij zit. Van, ja, we laten een meisje op je afrennen, zodat je even dubbel schrikt, weet je wel. Want één keer schrik is gewoon niet genoeg. Slender is gewoon nog niet genoeg, weet je. Als willen je echt een hartverlamming bezorgen, zeg maar. Oké, jongens. Hier nog een elevator. Nog eentje. Nee. Nee, ik kan meer op. Nee. Oké, ik ga nu niks zeggen. Don't stop me now. Cause I have a good time. Have a good time. Oh shit! Shit! Oké, jongens, ik heb het gehaald. Ik weet niet hoe ik het heb gehaald. Maar we gaan ieder van erboven met de lift. Cheats. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik had een keer bij PewDiePie gekeken. Van, Ik wist dat het meisje kwam. Maar voor de rest weet ik niet hoe het verder gaat. En nog steeds staat de Blue Island Studios. Ik denk dat ze heel trots zijn op hun bedrijf. En we komen buiten. Eindelijk gelukkig weer buiten. En ik hoor hele... opgeluchte muziek. En daar ben ik eigenlijk wel blij om. Oh. Kijk eens, deze verschrikkelijke rotmijn waar we eindelijk uit zijn gekomen. Dit is één steile heuvel. Ja, licht helpt niet, joh. Oké, hier moeten we denk ik wel naar beneden. En dit is gewoon echt een fantastisch gebied. En volgens mij moesten we naar die rode zendermast. Dacht ik, weet niet zeker. Maar er is wel een soort van route wat we zien. Hoe je ook loopt, zeg maar. Volgens mij heb je wel echt 3 hernia's of zo. Dat moet gewoon. Het kan niet anders, anders kan je niet zo lopen, zeg maar. Ik loop niet als een pinguïn. Er zijn mensen die zo lopen, hè, als pinguïns. Ik zie wat wit staan. Wat is dit? Verkeerd geverfd of zo. We kunnen wel daar naartoe. Hey, kijk eens. Ik zie een briefje. Een noot of zo. Kijk wat erop staat. 10. Glad you're feeling better, but the house is too close to the woods. Oké, we moeten naar huis, denk ik. Item added to your scrapbook. Oké, dat was waarschijnlijk een secret of zo. Afrika tot in Amerika tot in de Slenderlama. Himalaya is het, hè? Gaan we trickjumpen, jongens? Gaan we jumptrekken? Nee, we kunnen hier springen in de game, dat wisten jullie, hè? Dat had ik in het begin van de aflevering gezegd, of de eerste aflevering. Je kan niet springen in Slenderman. En ik zie daar een rood... dit is een flare, jongens, uit Ellen Wake. Die hebben ook wat van die flares. Als we even... Oh, het wordt donker ineens, dat is niet fijn. Ik denk dat Slender een monster is, maar ook een geest, denk ik. En wat hij precies wil is... Ik snap niet waarom hij eigenlijk überhaupt papiertjes wil beschermen, zeg maar. Dat is echt gewoon iets wat heel raar is in mijn ogen. I want to die. Ik wil dood. Oké, ik vind het heel netjes dat hij dit schrijft. Ik vind het sowieso knap dat Slenderman kan schrijven. En ik heb het gevoel dat die deur dichtklapt. Dat is altijd zo. Is dat niet zo? Nee, de deur klapt het niet dicht, jongens. Ik zie wel een hele mooie televisie staan hier. Oké, we gaan een filmpje krijgen. Oh! Serieus, moet ik nou spelen? Dit? Oh. Close the doors. 8 deuren. Ramen sluiten. Oh, dat vind ik niet cool. Hoe gaat die dicht dan? Oh zo, je moet naar onder schuiven. Oké. Oh ja, dat was met die deur. Oh, dit is wel simpel, denk ik. 8 ramen.
Alhoewel die... Oeh, die bliksem hou ik niet van. La la la, kom op, dicht, gaat dicht. Die, dat raam gaat niet dicht, die zit gewoon te cheaten. Dat gaat ook niet dicht. Waarom gaan die ramen niet dicht? Dat is toch de bedoeling in de game, of niet? Dicht! Ik kan die ramen niet dicht doen. Oh, hallo Slender. Oh my god, ze staat echt dicht bij de ramen, daar hou ik niet van. Kan je dat raam dicht doen? Jongens, waarom kan ik geen ramen dicht doen dan? Oh, die zijn al dicht. Oké. De deur staat open, daar hou ik al helemaal niet van. Slenderman is een... Oh, what the fuck? What the fuck had ik van gezicht? Oh my god. Oh my god, wat een creepy face heeft Slender. Serieus. Oh, kijk, raampje 2. Nou ja, raampje 2. Ja, raampje 2. Oké, tof. Is er serieus nog een deur open? Dat is echt niet fijn. Oké, 4 van de... Piano! Nog één. Yes, 5 van de 8. Oké, dit gaat beter. Dit gaat veel beter dan ik had verwacht. En ik heb zo'n gevoel dat het me best wel gaat lukken. Ik heb best wel vertrouwen in. De muziek wordt wel iets harder. Kom op, ga open. Ik kan ook naar buiten toe lopen. En dan vanaf buiten al die ramen, die ramen dicht doen. Ik denk dat dat nog een betere tactiek is. Maar ik heb het gevoel dat je niet naar buiten mag. En dan krijg ik problemen met Slender. En daar hou ik niet van. Don't go inside. Oké, ik zei toch. Je mag niet naar binnen, je mag niet naar buiten, je mag niet naar buiten. Sorry. Sorry is niet genoeg. Zie je het? Holy fuck, hij stond bij de raam. Bij de raam. Oh, je moet de deuren sluiten. Oké, dan weet ik precies welke deuren. Er stond natuurlijk achter nog een deur open. Aha. Kijk, daar is nog een deur. Die moet je sluiten natuurlijk. Kijk. Zo. En dan... Ja. En dan moet ik nog één deur zoeken. Maar welke deur is het? Fuck. Welke deur moet ik sluiten, jongens? Welke deur? Mijn eigen deur van mijn slaapkamer of zo? De voordeur? De voordeur is al dicht, toch? Of niet? Is de voordeur... Ja, de voordeur is dicht. Welke deur moet ik sluiten, jongens? We hebben een garagedeur. De garagedeur natuurlijk. Maar die is al... Is die dicht? Nee. Is de garagedeur... Moet die dicht nog? Nee, die moet niet dicht. Wacht. Ik loop naar de garage. De muziek wordt nou een beetje harder. Dat is niet fijn. Garagedeur, waar ben je? Waar staat het? Ik sta binnen in huis. Hide in your room. Oké. Oké, we moeten schuilen in onze kamer. En ik weet waar onze kamer is. Als hij een beetje doorloopt. Of zij. Sorry. Nou moet hij sneller gaan. Oké, nu moeten we echt even snel gaan. Oké, dicht. Zo. Oké, en nu? Is deze hele game gebugd of zo? Ik kan weer helemaal niks doen nu. De hele game bugt. Ik kan geen kam meer op. Oké, jongens, omdat Into the Abyss hebben gehaald en Flashback een beetje lagde, heb ik een, iets ingevoerd dat we ook de laatste level, de Arrival, gaan spelen. En ik weet niet wat de Arrival gaat worden. Maar in ieder geval, ik wil wel beloven dat in de volgende aflevering dit duidelijk wordt. Dus bedankt voor het kijken naar deze aparte video. En tot de volgende laatste Slender video die we krijgen van de Arrival. Tot ziens!